Neeslian en Muhyiddin trouwen in 2011 en wonen in Wuppertal. Omdat Muhyiddin zijn vrouw bedreigt en slaat, vraagt ze haar ouders in augustus 2013 om terug te mogen verhuizen naar hen. Ze zegt tegen haar moeder, anders vermoordt hij me. De moeder hoort twee doodsbedreigingen aan de telefoon. Desalniettemin dringen de ouders er bij haar op aan om terug te keren naar haar man. Het echtpaar neemt dan een gedeeld appartement in de buurt van haar ouders. Op 9 februari 2014 rond 11 uur stak Muhyiddin zijn vrouw dood in hun gedeelde appartement in Breidenbach in het centrum van Essen. Hij stak haar 20 keer in haar nek en bovenlichaam. Neeslian verstikt door ingeademd bloed. De dader vlucht. Er wordt een grootschalige klopjacht gestart. Op de vlucht schrijft de dader een brief aan zijn oom waarin hij de familie van zijn vrouw de schuld geeft van het mislukken van zijn huwelijk. In oktober 2014 begint het proces voor de rechtbank van Marburg. De dader pleit schuldig en wordt veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf voor doodslag. Er wordt gezegd dat de daad een misdrijf van affectatie was, dus de aansprakelijkheid is beperkt. Bedankt voor het bekijken van deze video en het helpen opbouwen van een grote database met verhalen over eerwraak. Abonneer je op ons kanaal, onderzoek eerwraak.